PSV verhuurt Rai Vloed met onmiddellijke ingang aan SC Cambuur. De middenvelder wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan de nummer 17 van de Eredivisie. Vloed gaat per direct naar Leeuwarden en maakt mogelijk dit weekend al zijn debuut in de Friese derby tegen SC Heerenveen. Vloed zat de afgelopen weken niet bij de wedstrijdselectie van PSV, maar speelde voor Jong PSV, waar hij topscorer is met 7 goals uit 12 duels. Vloed kan uit de weg als middenvelder en als spits. Bij Cambuur vervangt Vloed de naar Willem II vertrokken spits Bartolomeu Obetje. Vloed maakte de overstap om verder aan zijn ontwikkeling te werken. Eerder verhuurde PSV de Oostenrijkse middenvelder Marcel Rietzmaier aan de Friese ploeg.